Alsof Bridget Maasland nog niet genoeg op haar bordje heeft, krijgt ze nu weer een klap te verwerken. Iemand heeft haar in een pornofilm geëdit door middel van de enge deepfake technologie. Hiermee kan men een hoofdje op een ander lichaam plakken dat het net lijkt alsof diegene de handelingen uitvoert. We zagen het eerder bijvoorbeeld op een leuke manier, zoals hier, met Tom Holland die in een andere Spider-Man film wordt geplakt. Helaas worden veel bekende vrouwen op een minder leuke manier slachtoffer van deepfake, ze belanden ongevraagd in pornofilms. Het overkwam Dionne straks, die kon het fragment gelukkig nog laten verwijderen. Helaas heeft iemand zijn zinnen nu gezet op Bridget. Een filmpje waarin haar hoofd op een of andere pornoactrice is geplakt, belandde op Pornhub en is door Shownieuws gedeeld. Die redactie zette een deel van de video schaamteloos bij hun artikel. Dat gaan wij hier natuurlijk niet doen. Het management van Bridget was nog niet op de hoogte van de video, schrijft Shownieuws. Ze zijn in overleg over wat ze mee gaan doen. Toen het Dionne straks overkwam, ging haar management er direct achteraan. Gelukkig is haar filmpje uiteindelijk nog vrij snel van het internet verdwenen, al is het kwaad dan natuurlijk al geschied. Hopelijk geldt dat ook voor deze trieste deepfake video van Bridget. Want zo'n gigantische inbreuk op je waardigheid gun je je ergste vijand nog niet.